Precies een jaar geleden gingen de deuren open van de kringloopwinkel De Nieuwe Hoop op het Eemsteinplein. Vandaag bestaan ze een jaar en de eerste 100 bezoekers ontvangen een waardebon van 10 euro. Ja, ik houd er niet op, waar we zijn, maar we doen het toch. Bezoekers zijn zeer positief over De Nieuwe Hoop en vinden het een fijne winkel, ook om even een bakje koffie te drinken en een praatje te maken. Wij hier komen kijken naar oude dingen. Oude dingen. We zijn ook boekjes aan het kijken voor van Oud Dordt. Oké. En voor de rest? Voor de rest gewoon kijken, gezelligheid zoeken en even een bak koffie van bak halen. Oké. Maar eerst een vraag, wat komt u vandaag hier doen? Nou, ik heb ze op Facebook en ik kwam één keer per week hier binnen. Okay. Dus ik kwam iets kopen, dat is goedkoop en dat is mooi, dus en goede kwaliteit. U weet dat ze vandaag één jaar open zijn? Ja, ik heb ze op Facebook. Oké, en daarom bent u ook hier? Ja, daarom zelf. Oké, heeft u al iets gevonden? Nee, ik ben nog bezig aan het zoeken. Oké. U zoekt iets specifieks of? Nou, niks. Meestal een hengel, want ik hou van vissen. Oké. Is goed. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Het is vandaag een bijzondere dag. Ja, zeker. Vertel. Nou, een jaar zijn we open. Ja. En er loopt weer genoeg volk in de winkel, dus daar zijn we wel heel blij mee. Ja. Hoe is het afgelopen jaar gegaan voor hier? Ik vind het goed. Ik bedoel, je bent een jaar open en je moet maar afwachten hoe het gaat ontwikkelen. En ik ben daar zeer positief over.